Goedemiddag, kerk. Ha, wat een heerlijk lied is dat. Hoop in mij. Het is een van mijn favorieten. En ik vind het altijd fijn als ik dat zingen als ik mag spreken. Want het is zo mooi, ook in deze dagen, maar altijd. De hoop in ons. As for me. Hebben jullie hem nog, Beamer? Vanmorgen sprak ik, en daar is hij. Hij staat niet in de preek, zeg maar. Ze hebben hem voor me opgezocht. As for me, I will always have hope. Zabat, maar voor wat mij betreft zal ik altijd hoop hebben. Ook deze dagen. We zijn uiteraard druk bezig, ook als kerk, nagedacht over het hele corona gebeuren. En op de website staat inmiddels, als het goed is, staat erop, een protocol. Hoe gaan we daarmee om als kerk? En ja, ik moet zeggen, de nieuwsdingen, het verandert echt elke dag. Maar we hebben daar dus wat opgeschreven. En ik geloof dat het welkomteam officieel geen handen meer geeft, klopt dat? En ik respecteer als je zegt, ik geef handen. Ik respecteer het als je zegt, ik geef geen handen. Ieder moet daar zijn weg maar in vinden. Maar we hebben daar in ieder geval iets opgeschreven over hoe we daarin staan op dit moment als kerk. En weet je, er is een artikeltje uit de Statenvertaling. En dat laat ik even zien zometeen. Maar laten we eerst even bidden voor het woord. Heer, dank u wel voor uw goedheid, uw zegen, uw hoop. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u bij ons bent, met ons bent. Heer, onze harten zijn open, ons denken is alert om te horen wat u wil spreken tot ons door uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. Wij hebben thuis de driedelige, hele dikke Statenvertaling. Weet je nog, Lydia? Zo dik, hè? En daar staat alle aantekeningen en verwijzingen, alles staat erin. Dat is een echte studiebijbel. Maar daar staat voorin staat een soort inleiding, zeg maar. En daar heb ik een foto van genomen. En een klein stukje gaan we even lezen. En het is een beetje ouderwets Nederlands, dus ik pak hem er even bij. En het gaat over de situatie, hier zo. En dan staat dat gebed dat door een van de overzetters is opgezonden. Leert ons op welke wijze dat werk is begonnen. En hoe is het daarna voortgezet? Men was de leider vergaderd ijverig werkzaam toen in die stad de pest uitbrak. Hier waren 70 mannen, waren hier aan het vertalen. De allereerste echte Bijbel in het Nederlands. Welke in 2 maanden 20.000 mensen te graven sleepte. Nou, hier staat eigenlijk een beetje, ik mag samenvatten. Ze gingen bidden, Heer, wat moeten we doen? De pest was uitgebroken in Leiden. En wij zijn de Bijbel aan het vertalen. En ze overwegen om ergens anders heen te gaan. Ze gaan bidden. En dan staat er, nadat zij gebeden hadden, was er onder alle één gevoel, namelijk rustig te blijven op de plaats die hun aangewezen was, waar zij van God tezamen geroepen waren. En ze bleven, en ook niet één van hen werd ook maar een haar des hoofds gekrenkt. Daarom konden ze bij het einde van hun werk roemende in de Heer, die hen bereid, bekwaam gemaakt en beveiligd had voor ganse harte getuigen. Tussen duizend en duizenden beelden en geruchten van de dood hebben wij gezond in de nabijheid van zulk een grafplaats, waar soms zelfs op één dag 100 lijken zagen wegvoeren, met een heilig opgeruimdheid des gemoeds, dat gedenkstuk mogen volbrengen. Dat was wat, hè, wat ze daar deden. 70 mensen, de pest breekt uit. 100 doden per dag. En dan ga je bidden, Heer, moeten we weg of moeten we blijven? En ze hadden het gevoel dat God zei, blijf, en ze bleven. En alle 70, de Heer spaarde ze de ziekte. Met deze blijdschap werd de vertaling hier te landen door de gereformeerde kerken van heel Europa ontvangen en gewaardeerd. En de vergadering van de Staten-Generaal nam op 29 juli 1637 een besluit dat zij in alle kerken en scholen, moet je horen, het besluit, de Staten-Generaal, dat ze in alle kerken en scholen van Nederland moest worden gebruikt. En het was daardoor dat zij sinds dan de naam Statenvertaling heeft gekregen. Bijzonder, hè, wat daar gebeurt. Bijzonder ook als je kijkt wat een geschiedenis Nederland heeft. Waar de Staten-Generaal bepaalt dat in alle scholen de Bijbel gelezen moet worden. Daar zijn we wel een eentje van vandaan gegleden, vind je niet? Ik ben heel dankbaar voor de Evangelische Basisschool hier, Tamar, in Den Haag. Waar de leerkrachten allemaal echt van de Heer houden en de Bijbel lezen en voorlezen en voorleven. Maar er is dus een tijd geweest in dit land dat het in heel Nederland zelfs verplicht was. Maar goed, dat terzijde. Je hebt een coronavirus.
Wat wil je nou zeggen, Erold? Bid en dan zal jij het niet krijgen. De Heer zal zijn kinderen beschermen. Op het moment, dezelfde dag dat ik deze foto nam, hoorde ik over een kerk ergens anders, ver weg, waar mensen ziek zijn geworden. Hoe ga je hier nou mee om? De een zegt, oh, dat gaat mij niet gebeuren. De Heer zal mij beschermen. De ander zegt, ja, maar christenen worden ook ziek. Toch? En ik noem het maar zo. Het is niet een problem to be solved. Wij gaan dat probleem niet oplossen met elkaar nu. Het coronaprobleem kunnen wij niet oplossen. Het is een tension to be managed. En daar moet je mee leren leven. Een spanning waar je mee om moet leren gaan. En ieder heeft daar zijn weg. En er zijn zeker mensen die absoluut geloven, de Heer zal mij beschermen. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Dat je wordt behoed, hij zal uw voeten behoeden tegen het struikelen. Weet je nog? Dat staat in de Bijbel, de psalmen. En toch ben ik gestruikeld. En 2 jaar lang met allerlei toestanden en ziekenhuis enzovoort. Hoe ga je daarmee om? Er is een tension, een spanning die je gewoon een plek moet geven. We hebben niet alle antwoorden. Dus de een gaat er anders mee om dan de ander. En we respecteren dat van elkaar. Ja, toch? Maar er is één. Hier deed God een wonder van bescherming. Maar er is één start waar ik altijd begin met zulke vragen. Dat is deze, die ik net liet zien. But as for me, I will always have hope. Yeah. Ik zal altijd hoop hebben. In de wereld waar van alles gebeurt, heb ik hoop. Hoop op God. Ik heb mijn hoop op God gevestigd. Ja, toch? Daar begint het. Anders gaat je ziel alle kanten op. Je ziel moet een standvastigheid, een anker hebben. En dat anker is de hoop die we hebben in God. Mijn leven is in zijn hand. Dat weet ik zeker. Mijn leven is in zijn hand. Deze wereld is in zijn hand. Dus zo ga ik er een beetje mee om. Een spanning als het ware. Een tension to be managed, zeggen we wel eens tegen elkaar. Er gebeurt van alles. Is een tijd geleden, was niet zo heel lang geleden, was een interview. Een voorganger uit in Londen. New York was het, sorry, in Amerika. En ze vroegen naar de cultuur. Ik geloof CNN of een van die. En die vroeg aan de voorganger, hoe vind je het ook niet zo achteruit gaan? De cultuur in Amerika en de verharding en al dat soort dingen. En toen zei hij ja. Dan maakte zich daar zorgen over. Ja, natuurlijk. Hij zei, maar het klinkt misschien gek, maar voor de kerk is dit beter. Mensen gaan weer zoeken. Er is een verharding. Er is een eenzaamheid. Mensen gaan weer zoeken naar meer. Ja. En het antwoord wat de kerk mag brengen, wordt steeds zichtbaarder. Daarom heet het dit jaar The World is Waiting. En daar wil ik een beetje op inzoomen in het verhaal vanmiddag. The World is Waiting. De wereld wacht steeds meer. Let maar op. Als er dingen gebeuren en geschud en van alles. De wereld wacht op jou en mij, op het antwoord wat in ons leeft. Ja, toch? Ja, toch? Ja. Oké. Ja, even kijken of we zelf op pagina zitten. Weet je, dus ik geloof. En Tabitha zei net ook al, we gaan steeds meer ontdekken. Er zijn een heleboel dingen die gebeuren buiten onze controle om. Een heleboel dingen kan je niks meer mee. En dan ga je zoeken iets. De Bijbel zegt, hij heeft de eeuwigheid in ons gelegd. Iets is er in ons en in de mensen in jouw wereld waar jij mee optrekt, waar je op je werk, op de sportvereniging, waar je woont, op de schoolplein. Mathilde die is vaak op het schoolplein tegenwoordig, gaat de kleinkinderen halen. En we ontdekken dat op die schoolplein zijn veel goede gesprekjes. Aan de lijn bij het kijken naar de sport van je kinderen zijn veel goede gesprekjes. En mensen kijken en wachten en proeven. En daar wil ik een beetje op ingaan. Is dat oké? Dus weet je, het begint bij een overtuiging in jezelf. Nummer 1 heb ik genoemd, ik kan je helpen. Het moet beginnen natuurlijk dat jij en ik, dat wij overtuigd zijn. Ik moet voorzichtig zijn hier. Dat ligt voor een kapitaaltje. Wat gebeurt er nou als ik dan zeg maar... Dan ga ik zingen. Wow, dat wil je niet horen. Dus... Het begint bij een overtuiging. Als je weet het antwoord. Ik heb niet alle antwoorden, maar het antwoord leeft in mij. En de Heilige Geest leeft in mij. En er zullen momenten zijn, ik hoop dat je het wel eens meegemaakt hebt. Dan ben je iets aan het vertellen. En ineens denk je, wauw, dat zeg ik eigenlijk best wel goed zeg. Waar komt dat vandaan? Dat is de Heilige Geest.
Iets, God werkt door me heen. En het begint bij die overtuiging. Ik kan helpen. Ik kan helpen. Ik vind het zo leuk, wij kennen een aantal mensen die werken in het veld van de therapie en zo. En er heeft eentje, heeft een boekje geschreven en dat heet Waarom je, hoe was het ook weer? Help me, waarom je wellicht beter bij je huidige partner kan blijven. Zo heet het, hè? Ja. Waarom je wellicht beter bij je huidige partner kan blijven. Daar hou ik van. Wij kunnen huwelijken helpen en redden. Er zijn principes die God ons leert. En als je dat doet, dan zal je zien dat het een heel ander huwelijk wordt. Beter. Waarom je beter misschien dan toch maar wel bij je partner kan blijven. Ik vind het leuk dat je zo'n boekje schrijft. Alleen de titel al. Ligt die in de winkel hier? Anders moeten we er nu een paar gaan bestellen waarschijnlijk. Aanrader. Maar iets dat je weet, ik kan helpen. Ik heb niet alle antwoorden, maar er is iets waar mensen naar op zoek zijn. Wat ik heb. Gods liefde, Gods hoop, een hoopvolle toekomst. De Heer Jezus zei in Johannes 4, vers 10 tegen die vrouw bij de bron, het gesprek. Dan zegt hij tegen haar, als je wist wat God wil geven en wie het is die u daarom vraagt, dan zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Als je eens wist wat God wil geven. Natuurlijk, de Heer Jezus wist wie hij was. Dat is duidelijk. Maar hij is een voorbeeld voor ons ook hierin. Dat je niet trots, afhankelijk van de Heer, maar dat je weet, ik heb een boodschap. Mijn leven, mijn getuigenis, wat ik heb meegemaakt met God, wat Hij gedaan heeft in mijn leven, is kostbaar en is een mooi verhaal. Het is ook nog niet af. God is nog steeds bezig. Maar er is iets in dat verhaal van mij, in mijn levensverhaal, mijn God story, mijn verhaal met God, wat mensen kan inspireren, wat mensen kan helpen, waar mensen kunnen denken, ja, dat spreekt me aan. Ja, toch? Het begint daarbij. Jouw verhaal is krachtig. Weet je, er was die man die was blind en de Heer Jezus genas hem. En dan moet hij bij de fariseeën komen en dan vragen ze allemaal vragen, ondervragingen. Hoe kan dat nou? Was je blind? Wat deed hij dan? Wie deed het dan? Hoe deed het dan? En zijn ouders worden erbij gehaald. Is dit uw kind? Ja. En was hij blind? Ja. En dan zeggen die ouders, hij kan van zichzelf, is een volwassen man, hij kan van zichzelf. Dus allemaal ondervragingen en dan is de conclusie dit. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu kan ik zien. Oké? Dat is een sleutel voor jou en mij als we het evangelie willen brengen. Als we andere mensen willen vertellen. Want soms kunnen ze hele lastige vragen. En zeker in een groep gebeurt het. Weet je wat, en soms moet je gewoon zeggen, jongen, ik weet al die antwoorden niet. Maar één ding weet ik wel. Dat is mijn verhaal. Ik was eenzaam. Ik was depressief. En nu voel ik Gods liefde in mijn hart. En God heeft een verschil gemaakt in mijn leven. Eén ding weet ik. Al die 100.000 vragen, als God liefde is, waarom laat hij dan corona beginnen? Dat weet ik allemaal niet. Maar één ding weet ik wel. Dit was mijn leven zonder God en dit is hoe ik nu ben. En wat God aan het doen is in mijn leven. En niet alleen in mijn leven. Ik ken een heleboel mensen waar ik hetzelfde zie gebeuren. Snap je? Dat is mooi, hè? Dus dat helpt. Weet je, inspiratie, of laat ik het anders zeggen, enthousiasme en hoop, daar komen we een paar keer op terug. Dat inspireert mensen. Hoop, enthousiasme. Ik heb bijna 10 jaar bij KPN gewerkt op kantoor. Eerst in Utrecht, later hier in Den Haag. En dan zei ik het wel eens zo, want je probeert een beetje in hun taal. En dan zei ik wel eens, ik heb naast KPN heb ik nog een hobby. Oh ja, ja, de kerk. Ik vind KPN geweldig om hier te werken, maar ik vind de kerk ook wel erg leuk. Dat was gewoon nog vrijwilliger. Later werkte ik dan 1 dag en toen 2 dagen voor de kerken hier. Enzovoort. En dat je iets laat zien over je enthousiasme. Ik dacht, het eerste wat ik probeer is dat er mensen blij kunnen zijn met hun kerk. Echt waar. Want het beeld van kerk, wat veel mensen hebben, is natuurlijk ja, saai en loopt leeg. En wat moet je daar dan nog? En ouderwets en allerlei dingen. Hoe bedoel je relevant? Hoe bedoel je leuk? Vind je het leuk? In de kerk? Op zondagochtend? Zondagmiddag? Je gaat het niet vertellen. Je moet er zeker heen. Of zo. Van je geloof. Je moet van je geloof naar de kerk. Hoe vaak ik die niet gehoord heb. Ja, dan moet het zeker van je geloof. En dan gaan ze allemaal vragen. En als je dan een keer niet gaat, zeg jouw geloof dan. Dat je wel moet gaan. Mijn geloof. Wacht eventjes jongens. Ik snap jullie beeld wat jullie hebben. Maar ik ga graag. Ik vind het leuk, fijn, inspirerend. Het helpt mij. Oh.
Want als ik dat beeld kan gaan veranderen, dan zijn we weer een stapje verder. Ja, toch? Hey, nummer 2, de Heilige Geest die maakt de tongen los. In Handelingen 2, bij Pinksteren, ik ga even naar vers 5. Bij Pinksteren was natuurlijk daar het geluid en de tongen. Maar je snapt de woord, het maakt de tongen los. Als de Heilige Geest in jou komt, dan komt er iets in je wakker, wordt wakker. En je wil gaan vertellen en gaan getuigen. Ik weet het nog heel goed, dat het grote verschil toen ik dat gebed gebeden had om mijn leven aan de Heer toe te vertrouwen. En direct daarna, ik wilde erover gaan vertellen en andere mensen enzovoort. En ik wilde de Bijbel lezen. Ik dacht, er is echt iets gebeurd van binnen. En de Heilige Geest maakte tongen los. In Jeruzalem woonden daar allerlei Joden. En die woonden daar en waren er op visite. Dat weet je misschien nog wel, ook voor het grote offerfeest. En toen het geluid weer klonk, dronden ze samen en raakten helemaal in verwarring. Omdat ze de apostelen en andere leerlingen in hun eigen taal horen spreken. Nou, in de eerste dienst heb ik dat allemaal opgenoemd. Er zijn een heleboel talen. De Galileërs die daar spraken, Mede, Elamieten, Parten, Cappadocië, Mesopotamië, Azië, Egypte, Pamfilië, Cyrene, Libië, Rome enzovoort. Dus er komen overal van al die talen. En je weet het grote wonder van de Heilige Geest, dat ze in die talen, de discipelen spraken in die talen. En waar spraken ze over? Vers 11, over de grote daden van God. En helemaal verbijsterd van hun stuk zeiden ze, wat kan dit toch betekenen? Dat is natuurlijk een groot wonder wat daar gebeurde. Maar je begrijpt het punt, de Heilige Geest maakt de tongen los. Je wil gaan vertellen over de dingen die God doet in je leven. De daden van God. Je wil gaan vertellen op een goede manier, op een gepaste manier, in hun taal. Dit is een sleuteltje in hun taal. Dus ik kom niet met de driedelige staten Bijbel naar KPN kantoor of waar je werkt. En KPN zal wel dankbaar zijn elke keer. En zeggen, hey jongens, dit is de waarheid. Hè? Dat weten jullie, hè? Hier staat het allemaal. En dan kan ik ook nog wat verhaal vertellen over die wonderlijke bescherming enzovoort. Dat is niet hun taal. Dan zouden ze denken, wel een fanatiekeling. Weet je wat het gevolg is? Meestal gaan ze een beetje om je heen lopen. Daar wil ik niks mee te maken. De kunst om in de taal, in hun eigen taal. Daarom dat ik soms zei, sorry voor KPN dan, maar nog een keertje. Naast hier werken heb ik nog een hobby. Een beetje proberen in hun taal te zitten. En ik snap heel goed dat je denkt, de kerk, wat zoekt die daar nog? Ik snap heel goed dat je dat denkt. Oh ja, ja. Heb ik ook 18 jaar gedacht. Enzovoort. Probeer een beetje in hun taal. En soms zijn we daar goed in en soms kunnen we daar nog een beetje in leren, denk je niet? Ook als kerk. Je probeert de taal van de wereld. De Bijbel zegt, we zijn in de wereld, niet van de wereld, maar we zijn er wel middenin. Een wereld die wacht. The world is waiting. Een wereld die wacht op hoop. Op een richting. Er zijn mensen in je leven die diep van binnen ergens is er iets aan het wakker worden van er moet meer zijn. Ja toch? Dus in hun taal. En laten we daar heel goed in worden. En als je iets wil zeggen, dan moet je eerst connectie hebben, toch? Ja. Eerst connectie. Als ik mijn telefoon pak, maar er is geen connectie, heb ik niks, dat komt niet over. Dus laten we goed worden om connectie te leggen naar de mensen in je omgeving. Gewoon door vriendelijk te zijn, door aandacht te hebben. Ze hebben, dat weet je misschien nog wel, mijn levensverhaal, maar anderhalf jaar lang, dus de navigators, een aantal van de navigator studentenvereniging, die anderhalf jaar lang bleven ze steeds bellen, langskomen, ophalen. En eerder wilden dat je erbij bent. Kom op, kom mee man. We vinden het leuk dat je erbij bent. Enzovoort. En uiteindelijk, ik had een hele rare hobby. Ik verzamelde bromfietsen. Gek hè? Ik heb een tijdje 33 bromfietsen gehad. En iemand kwam in de pauze naar me toe en zei, waar liet je die dan allemaal? Ja, niet thuis, want dat wilden mijn ouders niet. Ik had een stuk of 3 thuis. Ik heb een of andere loods gevonden bij een boer. Die mocht ik in de hoek ze neerzetten. De meeste waren kapot. Het waren oude, antieke bromfiets. Maar er waren ook een paar hele mooie bij. En ook nu denk ik, wat bezielt je toch allemaal? Maar die studenten dachten dat natuurlijk ook. En toch
Gewoon om connection vroegen ze regelmatig, hoe gaat het? Hoe gaat het met de mobiletjes en de roer? En ik dacht zelfs toen al, voor mijn bekering, dat doe je gewoon om geïnteresseerd te zijn in mij. Want dat interesseert jou waarschijnlijk geen ene fluit op. Maakt dat. En dan toch raak je dat. Ja. Ze onthouden iets wat schijnbaar belangrijk is voor jou waar je mee bezig bent. In hun taal. Wees altijd bereid. Wees altijd bereid. 1 Petrus 3, je kent hem misschien wel. En dan staat er... Maar Heilig God, de Heer in uw harten, wees altijd bereid tot verantwoording. Ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. En de nieuwe Bijbelvertaling, erken Christus als Heer. En eer hem met heel uw hart, vraagt iemand u waarop die hoop is gebaseerd die in u leeft. Wees dan steeds bereid om te verantwoorden. Maar doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Hou uw geweten zuiver. Ze zien dus, dat is een sleutel waar je snel overheen leest. Ze zien dus de hoop in je. De hoop in je. Al zien ze niks anders. Misschien zien ze wel iets van Jezus in je. Maar dat weten ze niet dat het Jezus is. Toch? Maar ze zien de hoop in je. Dat hoop ik dan dat ze dat zien. Mensen in je omgeving. Ik hoop het van mij dat mensen in mijn omgeving zien dat er hoop is. Ondanks, ik leef in dezelfde wereld als jij. Ik heb dezelfde uitdaging als jij. Maar er is een hoop in mij die mijn hoofd omhoog heft. Waarvan ik weet het eind van mijn wandel en het eind van mijn leven is in Jezus. Dat weten we natuurlijk. In Jezus is dat geregeld. Dat is goed. Er is hoop. Een hoopvolle toekomst. Hier in Romeinen 11 vers 14. Uit het boek maar even. Daar staat het. Maar wat zou het heerlijk zijn als ik, dat is Paulus, mijn eigen volk, dat waren de Israëlieten, de Joden, jaloers kon maken. Zodat, moet je horen hoe goud eerlijk de Bijbel is. Zodat, in elk geval, enkele ervan Jezus Christus zouden aannemen en daardoor gered zouden worden. Nou, ik zou dan denken als Paulus, weet je, de grote apostel, ja, als die gaat spreken enzovoort, enkele, dan komen er horden mensen tot bekering. Ja toch, dat is Reinhard Bonnke niks bij. Dit was Paulus uit de Bijbel. Hey, dus, maar nee, wat zegt hij? Als ik ze jaloers kan maken op wat ik heb, dan zullen er enkele tot bekering komen. Eerlijk, hè? Dus het zou voor ons net zo zijn. Want je hebt ook een heleboel mensen in je leven, in je wereld, in je omgeving, die in ieder geval nu nog absoluut niet geïnteresseerd zijn in jouw geloof. Soms moet je echt denken, nou, ik geloof, ja, ik kan beter maar even... Ik weet niet precies, even teruggeven aan de Heer. Want dat is eigenlijk mensen absoluut niet geïnteresseerd. Of nog niet. Paulus zei het. Een sleutel is om ze jaloers te maken. En de vraag aan jou en mij. Zijn ze jaloers? Is er iets wat ze zien in jou en in mijn leven? Manier van denken, praten. Wat ze provoke, eagerness, hoe heet dat in het Engels? Waarvan ze denken, hey, toch wil ik daar eens wat meer over weten. Ja toch? Dat is een sleutel. Dat is een sleutel. Als je zegt, de wereld wacht. Hoe bereik ik die wereld? Hoop laten zien, gewoon door wie je bent. Op een manier wat enkele jaloers zal maken. En waarvan enkele gaan komen van, hey, kan je daar meer over vertellen? Het is mooi om te zien, als het goed is, de kerk, het plan van God. En de start van de kerk was ontzettend mooi. Ontzettend mooi. In Handelingen, nog een keer. Handelingen 2... Eventjes uit de Message, vers 47. They followed the daily discipline of worship in the temple. Dus ze zaten elke dag in de kerk. Followed by meals at home, de connectgroepen. Every meal a celebration. Ik hoop dat jouw connectgroep een beetje een celebration is. Een beetje gezellig en leuk. And joyful as they praised God. God in general. And the people. Hier ging het mij om. The people in general liked what they saw. Every day the number grew as God added those who were saved. De mensen vonden het mooi. Dat staat in de NBG, geloof ik. Ze stonden in de gunst bij het hele volk. The people liked what they saw. De mensen vonden mooi wat ze zagen. En wat zagen ze dan? Nou, die twee dingen. Wat zien mensen? Je zondag en je connectgroepen, je groepen. Je samen optrekken. Samen het leven delen, heb je eten met elkaar. Bidden met elkaar. Kijken hoe we elkaar kunnen helpen om God te ontdekken en meer te leren kennen. The people liked what they saw. Soms hebben we als kerk, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis van vele honderden jaren, niet altijd even goed gedaan. We hebben wat dat betreft een achterstand in te halen. Ik hoop dat ze aan je proeven. Dat jij het leuk vindt.
en een voorrecht. En dat het je helpt om deel te zijn van Gods huis. Deel te zijn van Gods volk. The people liked what they saw. De Heer Jezus die zei, en hij in één vertaling staat er, he added daily to their fellowship. Hij voegde toe aan hun fellowship. Als ik naar mijn eigen leven kijk, precies hetzelfde. Ik vond het leuk met de navigators. Ik vond het leuk om in die studentenwereld terecht te komen, in zo'n groep. En in het begin had ik niet veel met het geloof. Maar ze waren aardig en vriendelijk en het was een fijne groep en ze waren geïnteresseerd in mij. En natuurlijk kwamen ze elke keer even met de Bijbel. En in het begin zei ik, dat stukje mag je van mij overslaan, want daar ben ik echt niet zo mee bezig. Ja, nee, dat is... Oké. God added daily to their fellowship. Er is iets. Als christenen weten hoe ze het leven delen met elkaar. Op een inspirerende manier. Dan kan God toevoegen. De Heer Jezus die zei het in Johannes 13. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Ik ben niet echt het type van sinaasappelkistje op de hoek van de Grote Marktstraat. Heb je wel ontdekt inmiddels, hè, Snaksmaat? Dat staat nergens in de Bijbel namelijk. Dit staat er allemaal wel. Dit staat er allemaal wel. Zo bereiken we de wereld rondom ons. Dit zijn sleutels die God ons geeft. Hier heb je nog zo'n mooie, jouw vriendelijkheid. Ik zei het al, als we mensen kunnen inspireren met onze hoop die in ons leeft. Met de vriendelijkheid. Dan gaat er iets gebeuren. Filippenzen 4 vers 5, je kent hem vast wel. Verblijft u in de Heer te alle tijden. Opnieuw zal ik zeggen, verblijft u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Als je je verblijft in de Heer, dankbaar bent en blij bent met wie God is, dan word je vriendelijker van, weet je dat? En mensen gaan dat zien en gaan dat proeven. Een kopje koffie halen voor je collega's. Betalen voor één of twee in de kantine. Van alles. Hoe zeg je dat? Meeleven. Je vertelde een paar weken geleden, je vrouw was ziek, hoe is het ermee? Enzovoort. Je vriendelijkheid. Het zal iets gaan doen bij anderen. Ja, toch? Hey, een heel eerlijk stukje. De Bijbel is zo eerlijk. Ik ben er zo dankbaar voor. Dus hier, soms denk je wel eens, waarom ben ik nou eigenlijk niet gemotiveerd om het goede nieuws met anderen te delen? En hier is één, zo'n ding wordt hier heel goed genoemd. En ik zei in de eerste dienst koning David, maar toen kwam iemand, Asaf heeft deze geschreven. Oké, Asaf. Een psalm in ieder geval. Moet je kijken wat daar gebeurt. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn, maar mij aangaande, bijna waren mijn voeten afgeweken, waren mijn schreden uitgegleden, bijna was ik uitgegleden. Want ik was afgunstig, jaloers op de hoogmoedige, toen ik de voorspoed van de goddelozen zag. Want moeite hebben ze niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling van de stervelingen delen ze niet. En met andere mensen worden ze niet geplaagd. Hier was een hele eerlijke vraag van de psalmschrijver Asaf, begrijp ik dus. En die zegt, ja, als ik nou eerlijk ben, de goddelozen, mensen die leven zonder God nog gebod, die gewoon doen wat ze zin in hebben, die hebben het prima. Gaat uitstekend. Mooie auto, mooi huis, vakanties. Ja, die hebben God niet nodig. En als je daarnaar kijkt, en moet ik dan vertellen dat er hoop is voor ze? Joh, hoop, hoe bedoel je hoop? Kijk naar mijn leven. Mis ik wat of zo? Ken je dat gevoel of niet? Dan sta je soms een beetje met de mond vol tanden en denk je, ja, moet ik nou... Joh, je mist echt wat hoor, als je de Heer niet kent. En dan kijk je naar zijn net weer nieuwe auto en denk, jij dacht dat ik iets mis? Ja, zoiets. Ken je dat, of niet? Ik ben er ook wel eens geweest. En soms nog. Een tijdje geleden was er iemand van de kerk, zo een paar jaar terug. En die zei, ik geloof dat ik een beetje ga stoppen met God en zo. Dat was een meisje, ik heb vriendinnen, die doen waar ze zin in hebben. Gewoon het hele weekend feesten. Ik zit dan in die kerk en ik ben dan blijer dan hun. Ik ben dan gelukkig en zij niet. Nou, vind je het erg als ik het allemaal een beetje af ga ronden? Kijk eens wat een leven ze hebben. Wat een plezier, wat een lol. Doen waar ze zin. Ken je dat? En toen zei ik tegen haar, wist je dat dit letterlijk zo in de Bijbel staat? Hele eerlijke vraag van je. Super dat je het zegt. Maar de Bijbel is een goud eerlijk boek. Ook daar is een antwoord op. Dus lees even mee hoe dat verder gaat.
Ik tobde erover, vers 16, om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen. Hoe eerlijk kan je zijn? Totdat. Er komt natuurlijk een totdat, hè? Totdat ik in Gods heiligdom inging en op een einde lette. Toen mijn hart verbitterd was en ik mijn nieren geprikkeld werden, was ik een grote dwaas zonder verstand. Een redeloos dier bij u. Ja, dat zeg ik niet, dat zegt hij zelf. Nochtans, toch, zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Einde van je wandel. Maar mij aangaande, het is mij goed om dicht bij God te zijn. De Heer heb ik tot mijn toevlucht gesteld. En ik wil al uw werken vertellen. Hij wil het toch weer gaan vertellen. Zie je wat daar gebeurde? Het tijdelijke plezier van dit leven. En het bracht hem aan het wankelen. Hij zei, ik was bijna uitgegleken. Ik had bijna alles opgegeven. Nou ja, totdat ik in het heiligdom van de Heer binnenging en naar het einde keek. De bestemming. Wie anders heb ik in de hemel dan u? Dan denk ik, oh ja, zo was het. Hij is de redder van mijn ziel. We kijken verder dan alleen maar afgelopen weekend en komend weekend. We kijken naar God die mijn ziel behoudt. Een thuis aan het bouwen is, bij hem thuis. Goed hè, dat erin staat. En soms ben je daar misschien ook al geweest. Dat je dacht, ja maar... En dan, oh nee, wacht even. Ik heb een toekomst. Ik heb een bestemming in de Heer. Laatste punt, wordt zichtbaar. De hele serie... Een thema, jaarthema moet ik zeggen. The World is Waiting is hierop gebaseerd, op Romeinen 8. En dan staat het zo, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit. Dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Wie zijn de kinderen van God? Wie, en wat doen die dan? En wat geloven die dan? En wat is dan het verschil? En ik geloof dat je als kerk elkaar kan helpen om tools te gebruiken. Social media is een hele goede tool... om iets te laten zien, om mensen geïnteresseerd te maken... om iets te laten zien van wat je doet, als kerk bijvoorbeeld. Dus niet zo lang geleden kwam SBS6 hier binnenlopen. Filmploeg, SBS6. Niet de EO, dat is ook leuk, maar nee, SBS6. De wereld die we willen bereiken, toch? En die lopen te filmen, en natuurlijk met toestemming. En Jozua geïnterviewd. En er is een mooi itempje gemaakt, 2:15, klopt dat? 2 minuten, zoiets. En hij staat nu inmiddels op de website. Hanna heeft gauw nog de link erop gezet, zodat je hem makkelijk kan vinden. We willen elkaar tools geven. Voor op je werk, of op de sportvereniging, of op de... Dus stel je voor, laten we dit heel goed gaan gebruiken. En dan gaat bijvoorbeeld zo. Bij je collega, of je vriend, of familie, of weet ik veel. En dan zeg je, joh, ik sta in de kerk, weet je wel. Nou ja. Komt daar ineens SBS6 binnenlopen. Camera op, zo. Je komt onze kerk filmen, geloof het niet. Oh, echt? Ik vertelde net in de pauze en de eerste vraag was, waarom doen ze dat dan? Ja, dat programma heet Holland van Boven. Dus er is iets tussen boven enzovoort. En nou, wij geloven, dus dan wilden ze dat wel eens filmen. Dat past in dat thema van dat programma, zoiets. En dan zeg je dit, hij is 2 minuten, wil je hem zien? Dat is niet de EO, het is de SBS6 die ons filmt. Misschien sta jij wel op de film, ik weet. Sommigen zeggen ze oké. Okay. Sommigen zeggen, weet je zo. Blablabla. Dan zeg je, ik stuur je een link. Ga je thuis kijken. 2 minuten. En dan ga ik horen hoe je het vindt. Dan heb je toch een beetje een indruk wat ik nou toch allemaal aan het doen ben in het weekend. Toch? Dat SBS6 is voor mijn gevoel hun taal. Hun taal. De Heilige Geest kwam, maar sprak in hun taal. Als ik zeg de EO kwam filmen, dan zeggen ze, ja, dat doen we, dat is al, ja. We hebben niks anders te doen dan kerken filmen, toch? Ja. Dat is de EO voor... Nee, je begrijpt wat ik bedoel, hè? Dus gebruik dat ding, hij staat op je website, Den Haag website. Moeten we misschien wel op alle kerken doen, ja. Zoiets. In de Message, dat sluiten we mee af. Hoe ver zijn we? Dat sluiten we mee af met Matthäus 5. Ken je dat filmpje wat een christen gelooft? Daar heb ik er wel eens vaker over gehad. In 90 seconden. Dat is ook zo gaaf. Wat een christen gelooft. En ga dat nou eens oefenen met elkaar op de connectgroep. 90 seconden. Wat gelooft een christen? God is de bron van liefde, bron van licht, bron van connectie. Als ik wegloop,
uit de bron van licht kom ik in de duisternis. Ik geloof dat God de bron van leven is. Als ik wegloop van de bron, kom ik in de dood terecht. Ik geloof dat God ons heeft gemaakt om connectie te hebben. Als ik wegloop van de connectie, kom ik in de eenzaamheid en in de depressiviteit. Dat is wat een christen gelooft. Dit was 90 seconden, toch? Heb je geklokt? Weet je wat hierin opvalt? Je noemt de naam van Jezus nog niet. Want dat kan soms heel erg lopen. En ik denk dat hier niet veel commentaar op te leveren is, toch? Oh ja, oh, nou, zo heb ik het nooit gehoord. Ja, ja. Ik was heel geïnspireerd toen ik dat hoorde. Ik denk, die moeten we onthouden. Dus doe die dingen op je connectgroep. Oefen dat. Kijk naar SBS-filmpje. Want de helft van jullie hebben misschien nog niet gezien. Let me tell you why you're here. You're here to be salt seasoning. That brings out the God flavors in the earth. Laat me je vertellen waarom je hier bent. Je bent hier om de smaak van God in de wereld te brengen. Over het zout gaat het hier en een stukje verderop. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We willen niet God als een soort geheimtje houden. God is licht en we willen dat licht laten schijnen. We hebben een opdracht. We hebben een passie. We hebben liefde voor mensen. En dankbaarheid voor Jezus die gestorven is voor iedereen. Die of nou wel of niet wil horen. Maar we zijn een kerk die verschil willen maken. Ja, toch? We willen een verschil maken. We willen iets betekenen in mensenlevens. En ik hoop dat je hiermee gemotiveerd, geïnspireerd en wat tools de wereld weer ingaat. Dan denk ik, oh ja, oh, dat filmpje kan ik wel gebruiken. Oh ja. Oh ja, ik kan gewoon zeggen, ik heb ook niet alle antwoorden. Maar één ding weet ik. Zo en nu ben ik zo. En dan kan je lang en breed wat van vinden, maar dat is mijn leven. En mensen zullen geïnspireerd zijn. Ze zullen naar je toe komen. Hey, kan je iets meer vertellen over die hoop, over die... Heb je echt zin in de toekomst? Maak je geen zorgen? Heb je niet... Enzovoort. Zo, ja, ik leef in dezelfde wereld als jij. Maar er is iets hier wat een groot verschil maakt. Laten we even bidden. Heer, dank u wel voor deze dag in uw huis. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw zegen. Gebruik ons, Heer. Maak de tongen los van uw kerk. En help ons, zalf ons om een verschil te mogen maken in de wereld rondom ons. The world is waiting, zodat zichtbaar wordt de zonen en de dochters van God. Zodat we hoop mogen brengen, liefde mogen brengen. Iets mogen laten zien van wie u bent. In Jezus' naam.